Roger Linssen, vooraanstaand voetbalmakelaar. Waarom gaat Nederland het vanavond tegen Portugal niet redden? Misschien gaat Nederland het wel tegen Portugal redden. Maar ja, je weet natuurlijk niet wat Duitsland tegen Denemarken doet. Het is sowieso niet echt lekker om afhankelijk van anderen te zijn. Laat staan in deze context. Ik vraag me ook af hoe realistisch het is dat je zomaar eventjes straks 2-0 gaat winnen van Portugal. Er is veel gespeculeerd over de opstelling. Wat moet Bert van Marwijk in jouw optiek veranderen? Heb jij even? ik vind het moeilijk om te antwoorden, eerlijk gezegd. Omdat ik heb er wel een mening natuurlijk over en een visie. Maar in de positie waarin ik zit, zal hij natuurlijk altijd heel erg gekleurd uitgelegd worden. Dus wat moet je veranderen? Nou, ik had in ieder geval, voordat je in deze situatie terechtkomt, dingen hebben willen proberen in de voorbereiding of in de kwalificatiewedstrijden dat je toch al gekwalificeerd was. Of in vriendschappelijke wedstrijden die er ook nog hebben plaatsgevonden. Het enige wat geprobeerd is een ander type speler naast Van Bommel te zetten dan Nigel de Jong. Dat is met Van der Vaart geprobeerd en het is geprobeerd met Strootman. Maar het is nooit eens geprobeerd om bijvoorbeeld Nigel de Jong met iemand anders op te stellen. Het systeem van 4-2-3-1 met twee controlerende middenvelders voor de verdediging, dat is eigenlijk ontstaan in aanloop naar het EK 2008. Toen was de meest controlerende speler Nigel de Jong. Van Bommel was er niet bij. En naast hem stond eigenlijk al een voetballende speler. Want dat was Engelaar. Dat was een creatieve speler. Dat was geen sloper. Dat was gewoon een jongen met ideeën, met een mooi linkerbeen. Dus eigenlijk dat systeem dat functioneerde toen al met Nigel. Dat nooit geprobeerd is, dat heeft me altijd wel verbaasd. Dat had je dus ook al kunnen doen. Nu is het waarschijnlijk dat Van Bommel dan niet speelt, maar wel Nigel met Van der Vaart. Dat is in die hele voorbereiding geen één keer geprobeerd. Het is wel raar dat in de wedstrijd waar het echt om gaat, dat je dus eigenlijk aan dat experiment begint. En ik denk, je had toch ook wel eens een keer, zeker in de samenstelling van de selectie, een ander systeem kunnen proberen. Want het is altijd maar 4-2-3-1 geweest. Maar 4 jaar geleden, ik was er zelf een wijs voorstander van. En ik hou zelf ook heel erg van het systeem. Maar je zou ook eens een keer 4-3-3 gewoon ouderwets kunnen proberen. En gewoon Nigel de Jong voor die verdediging. En dan heb je twee aanvallende middenvelders. Zoals Barcelona dat bijvoorbeeld ook heeft met een Sneijder. En dan misschien Affelay. Of als je iemand persen wil hebt die kan lopen zonder bal. Want dat heb je natuurlijk ook nog. Kan ook Kuyt dat een keer proberen. Of, en dan gewoon 3 spitsen. Dan kan Narsingh een kans krijgen. Ik zeg niet dat de opstelling zou moeten zijn. Maar ik denk wel dat je dat in ieder geval geprobeerd zou kunnen hebben in aanloop naar zo'n toernooi. Dat als op het moment dat je iets moet veranderen, want het loopt niet, dat je weet wat je kunt veranderen. En nu heb je die. Nu is het te laat. Nou ja, misschien een kat in nood maakt rare sprongen. En dit leidt ineens tot datgene wat succes gaat brengen. Maar het had anders gekund. Prognose? Ik denk toch dat ze wel met 2 doelpunten verschil gaan winnen.